Alice wordt wakker van het zoemende geluid van haar telefoon. Slaperig zoekt ze naar de schakelaar van haar bedlampje en kijkt op haar wekker. Het is na middernacht. Wie belt er nou zo laat? Geïrriteerd pakt ze haar telefoon. Ze herkent het nummer niet dat oplicht op haar scherm, maar kan een glimlach niet onderdrukken. Het moet Patty zijn. Het meisje dat ze in de doucheruimte op school had betrapt die middag. Ze wil natuurlijk verslag uitbrengen van hoe haar huiswerk is gegaan. Met een slaperige stem neemt ze de telefoon op. Hey, eenhoorn. Hoe was het? Heb je het gedaan? Alice, ik ben het. Winnie? Ja, ik ben het. Wat is er? Hoe haal je het in je hoofd om me zo laat te bellen? Alice, alsjeblieft, luister, alsjeblieft. Luisteren? Waarom zou ik? Na alles wat je me hebt aangedaan. Alice, alsjeblieft niet ophangen. Ik heb niemand anders om mee te praten. Jij bent de enige die ik kan bellen. Ik wil slapen. Wat is er? Je moet me echt beloven dat je het aan niemand vertelt. Het blijft tussen ons, oké? Als je me niet vertrouwt, waarom bel je me dan midden in de nacht? Weet je wat? Bekijk het maar. Ik ben zwanger. Zwanger? Is dit een grap of zo? Alice kon haar oren niet geloven. Winnie's vriendje Alex behoorde tot het enge Just Kidding clubje en die hielden elkaar heel goed in de gaten. Een van hun belachelijke regels was algehele onthouding. En dat was voor elke vorm van plezier. Ik wist het niet zeker, maar toen ik over tijd was, heb ik een zwangerschapstest gekocht en oh my god, het resultaat is positief. Wacht eens even. Jouw vriendje zit toch bij Just Kidding? Heeft hij zich dan niet aan de regels gehouden? Oh, daar zullen ze niet blij mee zijn. Ze zullen hem straffen en jou ook, zo zijn ze. Nou ja, jullie hebben het er ook naar gemaakt. Nou nee, hij was het niet. Wat bedoel je, hij was het niet? Hoor ik je nu zeggen wat ik denk? Alsjeblieft, vertel het aan niemand. Je hebt het beloofd. Ik heb helemaal niets beloofd. Maar oké, my lips are sealed. Wat is er allemaal gebeurd? Wie is de papa? Het begon toen we met Just Kidding een wijnproefavond hadden. Alex parkeerde zijn auto op de parkeerplaats van het restaurant en zat de hele tijd te bellen. Ik weet niet eens met wie. Ik wilde hem een beetje uitdagen en deed een knoopje van mijn blouse los. Hey Alex, vind je me aantrekkelijk? Vroeg ik hem een beetje plagerig. Of zal ik nog wat verder gaan? Hij keek niet eens op van zijn telefoon en gaf me ongeïnteresseerd een kus op mijn voorhoofd. Schat, je ziet er altijd geweldig uit. Maar doe je blouse dicht. Kom op, we gaan naar binnen. Jeetje, Winnie, stel je niet zo aan. Kom op. Toen we binnenkwamen waren er al een aantal Just Kidding leden en andere mensen. Ik was er nog maar net, maar verveelde me nu al. Alex was meteen doorgelopen en stond met zijn vriendjes in een hoek te praten en had totaal geen tijd meer voor mij, zoals gewoonlijk. Ik was zo gefrustreerd dat ik nog een glas wijn pakte en in mijn eentje ging dansen. Ik werd een beetje tipsy en dacht dat ik maar beter zelf wat plezier kon maken om nog iets van deze saaie avond te maken. Ik nam nog een derde glas en danste wild in het rond toen ik per ongeluk tegen iemand aanbotste. Oh, sorry. Het is oké. Op het moment dat onze ogen elkaar ontmoetten, was ik verkocht. Ik kon niet stoppen met hem aan te staren. Mijn hersens maakten overuren. Waar kende ik hem van? Plotseling trok er iemand aan mijn arm. Het was mijn broer, Richard. Hey Kevin, Winnie. Wat zijn jullie aan het doen? Kennen jullie elkaar? We schudden allebei van niet. Oh Win, Kevin is een vriend van me. En Kevin, dit is mijn zusje. Nou ja, dude, kom mee. Ik moet je iets vertellen. Hij trok Kevin mee aan zijn arm. Ik bleef hem aanstaren. Net zolang tot ik hem niet meer zag. Hoe later het werd, hoe meer ik me begon te vervelen. Er waren een paar meisjes die zich stonden uit te sloven op de dansvloer in de hoop dat ze aandacht zouden krijgen van de Just Kidding jongens. Maar die hadden totaal geen oog voor ze en waren verwikkeld in een verhit gesprek met elkaar aan de bar. Ik liep weg en merkte dat ik niet de enige was die me aan het vervelen was. In de gang zag ik Kevin weer en hij liep meteen op me af. Hey, wil je naar een ander plekje toe, waar het niet zo'n herrie is?
Ja, leuk. Ik aarzelde geen moment. Kevin was het beste excuus om nog iets van deze saaie avond te maken. Ik zou overal met hem mee naartoe gaan, zolang we hier maar weg zouden zijn. We liepen naar een stil hoekje waar niemand ons kon zien. Hoewel je de muziek nauwelijks nog kon horen, bleef Kevin alles in mijn oor fluisteren. We stonden heel dicht bij elkaar, maar onze lichamen raakten elkaar niet. Ik voelde een enorme aantrekkingskracht, heel anders dan bij Alex, die schuw was en me zelden aanraakte. Maar dit voelde anders. Magisch leek het wel. Alsof we met z'n tweeën alleen op de wereld waren. Ik vergat alles om me heen en gaf me aan hem over. Plotseling legde Kevin zijn hand op mijn been en streelde me zachtjes. Ik kreeg kippenvel van opwinding. De manier waarop hij me aanraakte, wauw, zoiets had ik nog nooit gevoeld. Ik sloot mijn ogen en wilde dat dit moment nooit voorbij zou gaan. Zullen we naar mijn auto gaan? Ik kan je naar huis brengen. Ik was in de zevende hemel en keek hem verliefd aan. Ja, zei ik en ik pakte zijn hand. Vlug appte ik Alex om te laten weten dat ik naar huis ging. Niet dat het hem iets uitmaakte, maar ik wilde ook geen argwaan wekken. Ik sloot de deur van zijn auto en wilde de veiligheidsgordel omdoen. Kevin boog voorover om me te helpen. Onze gezichten waren nu zo dicht bij elkaar dat we ons niet langer konden beheersen. We zoenden elkaar gepassioneerd. Boy, wat was ik verliefd op hem. Ik hunkerde naar meer. Zijn lippen maakten zich los van de mijne en gleden af naar mijn oor en nek en nog verder. Ik was op een andere planeet. Elke aanraking was magisch. Zijn vingers speelden met mijn lichaam. Ik was in extase en hoopte dat het eeuwig zou duren. Ik was nu in een staat waar ik overal ja op zou zeggen. Maar plotseling stopte hij. Wil je dat ik stop? Of zou ik doorgaan? Eerlijk zeggen, ik wil me niet opdringen. Natuurlijk wist hij wat mijn antwoord zou zijn. Ik kon niet meer ademhalen van opwinding en vond alles goed. Zolang hij maar doorging. Het was geweldig. We gingen van hoogtepunt naar hoogtepunt. Kevin gaf me zo'n speciaal gevoel. Het gevoel dat ik leefde. Na afloop bracht hij me naar huis. Zoals hij had beloofd. En we maakten meteen een afspraak voor de volgende date. Zo ging het een tijdje door. We bleven elkaar zien, steeds in het geheim. Want hij wist dat ik nog met Alex was en hij kende de strenge regels van Just Kidding. Maar we vonden het allebei geen probleem. Hij was sowieso niet op zoek naar een serieuze relatie. Het was dus meer een scharrel. Winnie zat aan een tafeltje in de koffieshop bij school, zenuwachtig voor zich uit te staren toen Kevin binnenliep. Hij keek nerveus om zich heen en ging recht tegenover haar zitten. Wat is er? Wat is er aan de hand? Het voelt niet goed. Waarom heb je me gevraagd om hier te komen, Winnie? Kevin, ik moet je iets vertellen. Je gaat me eindelijk vertellen dat je liever met mij verder wilt dan met die saaie Alex, of niet soms? Doe niet zo maf. Hier, kijk. Wat is dat? Kevin nam een slok van zijn koffie en las de uitslag op het raampje van de test. Van schrik spuugde hij de koffie over zijn blouse. Nee, dit is belachelijk. Is het een grap of zo? Ik wil het ook niet, Kevin, maar het is nu eenmaal zo. Wat wil je dat ik doe? No way, Winnie. Het kan gewoon niet. Met wie heb je het nog meer gedaan? Is het van Alex? Doe normaal. Die doet het niet eens met zichzelf. Jij bent de enige met wie ik het heb gedaan. Het is onmogelijk. Ik gebruik er altijd twee tegelijk. Het is onmogelijk dat er zoiets als dit kan gebeuren. Onmogelijk! Weet ik. En ik heb ook de morning after pill genomen, iedere keer als we het gedaan hadden. Ik begrijp er helemaal niks van. Wacht even. Ik gebruikte er twee en jij nam de morning after pill. Het kan gewoon niet dat het van mij is. Kom op, Winnie. Met wie heb je het nog meer gedaan? Met niemand. Hij liet me ineens uitspreken en rende weg. Nou, dat is dus het verhaal. Waarom kijk je zo raar? Wacht even. Wat zei hij? Deed hij er twee tegelijk om? Waarom twee? Is hij niet goed bij zijn hoofd of zo? Weet hij dan niet dat als je er twee gebruikt, het door de wrijving kan scheuren? En jij nam na elke keer de morning after pill? Dat is belachelijk. En het is nog gevaarlijk ook. Weet je dan niet dat het alleen voor noodgevallen is? Als je het zo graag met je stiekem een vriendje wilt doen, dan kun je beter de pil slikken. Dat is een stuk veiliger.
Wat moet ik doen, Alice? Ik weet het echt niet meer. Ik weet echt niet waarom ik dit allemaal voor je doe, maar goed. Ik zal morgen met je meegaan naar een verloskundige om uit te vinden of je echt zwanger bent. De volgende ochtend stond Winnie veel te vroeg bij Alice voor de deur. Vanuit de badkamer zag Alice hoe Winnie nerveus heen en weer drentelde. Ze was nog niet klaar en besloot haar langer in onzekerheid te laten. Nog niet zo lang geleden had Winnie haar een kunstje geflikt en dat was ze nog niet vergeten. En de kliniek was toch nog niet open. Alice nam Winnie mee naar een praktijk in een andere stad om er zeker van te zijn dat ze geen bekenden zouden tegenkomen. Ze moest denken aan de tijd dat Winnie en zij nog jong waren. Het was altijd zo geweest. Altijd had ze Winnie moeten behoeden voor kleine en grote drama's. En Winnie was niet altijd even aardig tegen haar geweest. Maar nu was het niet de tijd om daarop terug te komen. Alice's telefoon trilde toen ze als eerste bij de verloskundige naar binnen liep. Ze keek op haar scherm. Aha! En er verscheen een vette glimlach op haar gezicht.